Jelena Shushunova en Oksana Omeljanchik, de twee wereldkampioenen die op het jongste WK samen op een gedeelde eerste plaats eindigden na de achtkamp. Dat is vrij uniek. Turnen in de Sovjet-Unie is ook en vooral een wikkelharde strijd onder de vele turnscholen. Voor Shushunova is dat Leningrad, Oksana Omeljanchik komt uit Kiev. Als de delegatie op pad is in het hotel of in de bus, zie je de verschillende turnscholen met de trainers samenhokken. Het is een onderlinge competitie die keihard wordt gestreden. De opbouw van het programma ligt in handen van één coördinator, die telkens aangeeft hoe belangrijk het optreden wel is. Hier wordt aan de meisjes verteld dat straks 1800 studenten komen kijken en dat ze moeten tonen hoe hard in de scholen van de Sovjet-Unie wordt gewerkt. De opwarming wordt grondig aangepakt. De aanloop voor de sprong, de merktekens, het is pure routine, dagelijks werk. В принципе, у меня то же самое, потому что мы каждый день учимся, а воскресенье у нас как выходной день. Ну, тренируемся мы один раз в день. По 3-4 часа. В общем-то, у меня тоже одна тренировка после учебы в школе. Но еще утром я делаю зарядку дома, самостоятельно. И вечером, типа, такой разминочки, костяшку там. Oksana Omeljanchik, 16 jaar, en Jelena Shushunova, 17 jaar, zijn hier in Waregem aan de zesde buitenlandse trip toe in 1987. Я думаю, если мы сейчас начнем перечислять, где мы были, то это займет много времени. Ольга Бичерова, het wonderkind van de WK 81, is nu 20. Maar ze komt niet meer uit de schaduw van Shushunova en Omeljanchik. Bicherova is in 3 jaar 10 centimeter groter geworden en heeft 13 kilogram gewicht bijgewonnen. Toch is Bicherova nog erg geliefd bij de turnliefhebbers. Waregem stond erop dat ze mee mocht in de delegatie. Hoe krijg je dan zo'n gezelschap in Waregem? De eerste plaats waar dat plaats heeft is in Londen. En dat is sinds 12 jaar geloof ik. En nu voor de tweede maal in Waregem. Dus van Londen reizen ze af naar België om dan terug naar Moskou te gaan. Er zijn grotere steden die jullie dat willen afsnoepen, hè? Ja, maar de Russen hebben wel een woord gehouden. Dus ik heb gezegd, ik wil het doen, aan de conditie dat het niet voor 1 jaar is, maar dat het voor een 5 of 10 jaar is. En verleden jaar, na het scepticisme, is er zeker enthousiasme gekomen. En mensen hebben dat willen proberen in Nederland te krijgen, ook in Brussel. En de Russen hebben gezegd, wij blijven in Waregem. Wij waren tevreden, dus ze blijven bij ons. 7 miljoen moet Waregem neertellen, maar de turners willen er een volwaardige topcompetitie van maken. Ook in de sprong, waarin zelfs de nieuwigheden worden uitgetest, variaties op de Jurchenko-sprong. Op zoek nu naar de meest cruciale momenten van de sprong. Eerst het bespelen van de afstootplank met de voeten. En dan de afstoot met de handen. De bovenbekleding van het paard is nu veren, om de druk op de gewrichten af te remmen. Als in de komende maanden nog behoorlijk wordt gewerkt, zal de sprong straks eindelijk wat nieuws brengen. Het is de hoogste tijd. Oksana Omeljanchik op de balk, het toestel waarop ze op de jongste WK de revelatie is geweest. 3 maanden nadat ze op de Europese kampioenschappen in Helsinki een gouden medaille had gewonnen.
Onvoorstelbaar hoe stevig, stabiel en zelfverzekerd zich hier turnt op een balk van 10 centimeter breedte. Komt een dubbele rol en dan een schroef met dwarslicht. Klaar nu voor een prachtig geschroefde afsprong die alleen in de eindfase wat misloopt. Hier haar grote concurrente Shushunova in haar balkoefening. Ook zij test de nieuwe elementen uit die straks op de Europese en de wereldkampioenschappen worden getoond. Een gewaagde schroef en achter de coulissen weet Olga Bicherova wat er met haar gebeurt. Heeft de jeugd haar nu definitief verdrongen? Вообще трудно сказать, но я думаю, что соревнования решат. Да, вот сейчас в футбольной я показала саму как водичку новую композицию. На брусьях элемент добавила. Мне, в общем-то, тоже сейчас новая композиция. На остальных снарядах у меня один элемент. Вообще, соревнования к соревнованиям мы стараемся как-то обновлять свои композиции, потому что и нам самим уже становится как-то неинтересно делать одно и то же, и зрителям смотреть тоже. Eerste grote afspraak op de Europese kampioenschappen 87, die in mei worden gehouden. In Moskou dan nog. Dames en heren, een goedemiddag. Het turnspektakel dat hier in het stadion wordt aangeboden vanuit Waregem is een unieke bedoeling voor het vasteland. Eén keer per jaar trekken de beste turners uit de Sovjet-Unie uit alle disciplines naar het buitenland. Dat gebeurt telkens in maart en Londen was tot vorig jaar al 10 jaar de enige pleisterplaats voor de Russische turnelite. Maar sinds vorig jaar heeft Waregem kunnen aanhaken bij Londen en doen de Russen er nog een voorstelling op het vasteland bij. De enige ook. En Waregem is de bevoorrechte stad. Het moet wel 7 miljoen neertellen om de ploeg hier te krijgen. Zelfs in de Sovjet-Unie komt deze ploeg nooit samen in één en hetzelfde programma. Keurturnen voor vrouwen en heren, acrogym, sportieve en ritmische gymnastiek varen een eigen koers in eigen land. Maar als exportproduct mogen ze wel even weg over de grenzen. Hier staat een turnploeg op de vloer, goed voor 40 gouden medailles op Europese en wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dit is het eekhoorntje, zegt de delegatieleider van de ploeg uit de Sovjet-Unie, Oksana Omeljantschik. Insprong op de balk. Het toestel waarop ze in Montreal in extreem is de wereldrecord bereiken. Prachtige serie, even uit evenwicht, maar goed hersteld. Draaide daar op de knie.
zoveel charmes over, Omeliantje. Rol voorwaarts, nog één. Dat is afgekeken van Corbut, die dat in München in 72 demonstreerde. Draaibewegingen zijn perfect. En dit is de afsprong. Ja. Met een drievoudige schroef nog wel. Men voelt aan dat dit seizoen Europese en wereldkampioenschappen op het programma staan. De turnsters gaan de moeilijkheden niet uit de weg, ook hier. Die drievoudige schroef en tel maar. 1, 2 en daar is de derde. De wereldkampioenschappen 85 in Montreal was ze voor haar grondoefening nog geen wereldkampioen. Toen kreeg ze voor haar vrije oefening twee keer een 10 en Oksana Omeliantchik was meteen wereldkampioen. Ze ging weg uit Montreal als de meest charmante turnster en sindsdien is ze de eerste vrouw geworden in de Sovjet-Unie in het keurturnen. Dit wordt de grondoefening van de wereldkampioenen. Dubbele gehoekte. Bouwde daar een schroef in bij het landen. De acrobatische serie, ja, dat is een beweging die van voor enkele jaren dateert, maar nog steeds aantrekkelijk is. De ganse zaal speelt mee met Oksana Omeliantchik. Was een dubbele schroef in haar laatste diagonaal. Olga. Dames en heren, een goedemiddag. Voor de derde keer is in Waregem de turntop uit de Sovjet-Unie te gast. Een delegatie met alle regerende wereldkampioenen in het keurturnen, de ritmische en sportieve gymnastiek en de acrogym. Samen goed voor 50 medailles op wereld, Europese kampioenschappen en Olympische Spelen. In een dergelijke slagorde komen deze turners maar één keer per jaar buiten. Londen is al jaren de vaste pleisterplaats, maar Waregem is nu voor de derde keer al een verlengstuk van de trip naar Groot-Brittannië. Een onderneming die diep in de miljoenen kruipt, maar Waregem rekent er toch op om rond te komen. Andere grote Europese steden liggen trouwens op de loer om de Sovjet-turners uit Waregem weg te lokken. Oksana Omeliantchik. Landing was even niet gelukt bij deze overslagsalto. Op de grote internationale competities, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen is de grondoefening bij de vrouwen altijd het mooie sluitstuk. Dat gaan we nu ook hier in Waregem doen met Oksana Omeliantchik, de wereldkampioene 1985.
Vladimir Artemov, 24 jaar. Individueel Olympisch kampioen met nog 3 gouden en een zilveren medaille bovenop. Nu bij Losertsjev uit de turnsport is gestapt, is hij de nummer 1 in de Sovjet-Unie. Marina Lobach, 18 jaar, Olympisch kampioen ritmische en sportieve gymnastiek. In Seoul haalde ze voor het eerst in de turngeschiedenis een 10, het maximum in alle nummers. En Jelena Sushunova, 19 jaar. Olympisch kampioene in Seoul na een adembenemende finale met de Roemeense Silivas. Het is heel prost. In 1972 kwam een trainer uit de gymnastische sportieve school. Hij nam goede meisjes, niet heel hoge rosten, en hij deed het om biljetten te vragen. С этого и началась, в общем-то, спортивная моя жизнь. На протяжении уже 16 лет. И, в общем-то, вот таким большим спортом я занимаюсь уже в течение 7 лет. И, в общем-то, я очень доволен, потому что очень высокие результаты. И даже вот та мечта, которая моя, она сбылась, я стал олимпийским чемпионом, это, в общем-то, перекрыло все мои мечты в жизни. Я, в общем-то, рассчитывал только на 2 медали, а в итоге получилось всего 5 медалей. Это, конечно, большая радость. И, в общем-то, вся вот эта жизнь в спорте, она, в общем-то, дала мне очень много. Я смог посмотреть весь мир, побывал почти во всех странах, которые есть. В общем-то, я доволен. Ну, в общем-то, это у нас так обычно приходит в гимнастику. Очень многие дети, когда тренер приходит либо в школу, либо в детский сад, и сам выбирает детей. Кто ему больше подходит, кто ему хочет заниматься. И, в общем, меня так выбрали, и таким образом я попала в гимнастику. Когда? В 1976 году.